Basic Fit, KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie. Leuk dat jullie kijken. Excelsior tegen Fortuna Sittard. Fortuna Sittard doet het verrassend goed. Renzo Omrouchi en Levi Frederik. Dat zijn wel twee hele grote spelers met hele lekkere namen. Ik wilde daar uiteindelijk toch nog bij komen. Het is het is misschien wat overdreven om te zeggen. Want het is een sterke pool. Maar ik wilde bijna zeggen om wie er eerste gaat worden. Dat is misschien iets te ver vooruitgelopen. Maar... Nou ja, Levi heeft natuurlijk het voordeel gehad dat hij al tegen NAC Breda heeft gespeeld. Dus die punten heeft hij al binnen, waardoor hij op 6 punten staat. En als je dan van je directe concurrent wint, dan is dat gewoon heel erg lekker. Zo in de voorlaatste ronde. Ja, het is wel natuurlijk, deze mannen gaan de plekken verdelen tussen... Zo! Dan gaan we meteen Messi met de voorzet en het is 1-0. Oh, wat een doelpunt zeg. Deze mannen gaan de plekken verdelen natuurlijk wie er direct gaat naar de eindfase en wie er via de play-offs moet. Wat een en daarin is deze wedstrijd wel heel erg belangrijk natuurlijk. Ja. En dan is het lekker om na 4 minuten al 1-0 voor te staan. Ik zit nog maar net. Ja, even winnen en een steekbal op Messi en een heerlijk doorgelopen van Vieira die je maakt. We zien hem niet vaak scoren, maar met het kopje kan hij het wel natuurlijk. Patrick Vieira. Ja, en hoe gaat Renzo zich hiervan herstellen? Hij heeft natuurlijk nog tijd genoeg, dat snappen we. Maar klein tikkie. Niet scherp uit de kleedkamer gekomen, kunnen we wel zeggen. Was de kick-off? Ja, eigenlijk wel, hè. Maar goed uitgespeeld door Levi. Dat is wel heel snel. Ja. Oh, nee maar. Goeie actie tussen drie man door. Krijgt de bal terug. Oh, no. Dan was het al bijna 1-1. Net tegen een been aangeschoten of het voet bleef hangen achter een been. Ja, De Gea pakt hem goed. Zo. Dit is een leuke, enthousiasmerende pot. Ja, dit is in ieder geval niet... We kunnen niet zeggen dat we geen kansen gaan zien. Want die hebben we na 10 minuten al gezien aan beide kanten. Mooi aanvallend voetbal aan beide kanten. Dat is natuurlijk alleen maar heerlijk. En dat is ook eigenlijk wel waar deze pool een beetje onbekend staat. We hebben natuurlijk ook nog Jay Dauhuizen. We hebben dan Nick Den Hamer nog. Natuurlijk de koning van FIFA, Menno Bouwhuizen. En Thierry Gital, die is er ook bij. Het is een heerlijke pool. Ja, zo. Wat was dat nou weer, zeg, vorige week. Nou, volgens mij heeft hij het carnaval weer overleefd. Dus ik zit er deze week ook gewoon weer bij. Mbappé. Langs de zijkant. Besluit niet van enthousiaste voorzet te gaan. Marcelo, die stond daar heel hoog naar voren. Maar het gaat allemaal goed. Neymar op Gullit. Mooi dat hij ook Marcelo niet laat doorlopen met bijvoorbeeld L1. Maar weer naar achter laat staan. Patrick Vieira, doelpunt te maken op Messi. Oeh, hij durft weer niet te schieten. We hebben het er al meerdere keren over gehad. Geen idee. Net nog gecheckt, een paar speelrondes terug. Vieira heeft gewoon 80 shooting. Ja, hij kan echt gewoon heel goed schieten. Het is niet dat hij het niet kan, maar toch durven ze niet. Het is gewoon een speler die zo goed is en zo bekend staat om hoe defensief goed hij is. Dat je misschien denkt, nou aanvallend zou ik dan toch een ander laten. Als je slechtste speler is. Als Neymar hier had gestaan, had hij gegarandeerd geschoten. En die heeft ook betere shooting, tuurlijk. Elke andere speler had hij geschoten. Maar waarom waag je het er niet op met Vieira? Vind ik best bijzonder. Maar het is een keuze die vast wel overwogen is, want het gebeurt constant. We zijn allebei wel lekker van de bal bezitten. Gullit. Laat dat balletje lekker rondgaan. Alves, Neymar. Vieira. Weer naar de andere kant. Marcelo. En Levi loopt het rustig dicht. Hier dan misschien toch. Nee, ja, goed verdedigd. En dan kan Levi het balbezit overnemen. Ook weer naar zijn backs. Je ziet gewoon, dat valt me echt op. Deze jongens voetballen zoveel via hun backs. Het ongekend. Hier, nu weer de andere back. Nu weer de Marcelo. Ongekend. Ja, dan zit je opeens heel raar eigenlijk. Ja. Na 10 minuten... Alleen maar actie. Ja, en dan nu al de hele tijd dat balletje rond. Nu dan misschien. Nou, hij doet hem weer naar buiten. Hè? Die Bolasie flik. Dan is dat bijna Mbappé die hem bij de tweede paal in kan koppen. Maar de keeper pakt hem. Niet krachtig genoeg. Zo, dit is... Treinvoutje. Een bijzonder. Ramos weer. Op Neymar. Op Messi. Had hem terug. Vieira.
Gullit terug op Vieira weer. Ja, op zoek naar het openingetje, naar het gaatje, maar... Ja, in het begin stond hij er een aantal keer. Tenminste, er stond juist niemand, daarom was er een gaatje. En maar nu niet echt. Kijk, die hebben weer goed verdedigd. Gullit wel nog steeds aan de bal. En dan staat weer in dit geval van Dani Alves ertussen. Ja, dat is volgens mij ook de eerste keer dat ik hem in de Eredivisie zie. Die 90e flashback Dani Alves. Goeie actie. Zo, nu ja, dan. Messi. Doelpunt. God, nee, wat? Hij miste hem. Huh? Hij timed hem te laat. Ja, hij had misschien niet moeten timen. Ja, prachtige actie, man. Dit verdient het doelpunt, vind ik. Eerlijk? Ja, tuurlijk. Zieke actie, joh. Zieke aanval. Ja, prachtig gespeeld. Zo naar van dit spel. Ja. Als je hem niet timed, dan is het een gewoon schot. En 99 Messi. Ja, van 2 meter. Voor de patch, als je hem niet zou timen, dan zou hij gewoon erin gaan. Maar waarom timed hij hem dan? Dat vraag ik me af. Hij timed hem te laat. Ja, hij timed hem te laat. Maar als je hem te laat timed, is het hetzelfde als een normaal schot. Echt? Oh. Ja, want... Ja, dan gaat hij er vanaf. Daarom zit er ook geen kleur op. Om een driehoekje heen. Omdat het dan gewoon een normaal schot is. Want je timed hem als de bal van de voet af is. En dan wordt het geregistreerd als een enkel. Geen penalty. Wel als een enkel schot. Ik dacht misschien dat die shot arrow dan toch verandert. Omdat je nog probeert te timen. Ja, maar die shot arrow kan niet veranderen als die bal van je voet is. Ja, maar hij weet wel dat het een timing was. Want als je niet timed, krijg je geen... Zo! Want als je niet timed, krijg je geen grijs balkje. Dus hij weet wel dat er getimed wordt. Dat registreert de computer wel, zeg maar. Ja. Ah, bijzonder. Geen idee hoe het precies werkt. Maar... In ieder geval een hele grote kans. Die er eigenlijk gewoon in had moeten gaan. Maar goed, wie weet mikte die gewoon op doel. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Dat zie je ook vaak. Dat een, hebben we ook gehad voor open doel missen. Omdat de bal er gewoon niet heen gaat. Nou, nog enkele seconden tot rust. Excelsior verovert hij de bal, dan gaat het rust zijn inderdaad. 1-0 ruststand voor in het voordeel van Levi Frederik. Die eigenlijk ook een hele grote kans daarna nog creëerde. Die dan welke wijze weet ik niet. Maar toch naast vloog. Ja, allebei een schot op doel daardoor. Ja. Nauwkeurig het pasen, Fortuna Sittard. 97. Nou, iets nauwkeuriger schieten en je zit gebakken. Dat zijn zieke stad, hè, 97. En dan moeten we lekker naar voren gekeken. Lekker de tijd nemen. Dat doen ze allemaal. Spelen allebei 4-2-3-1. Bijna gewoon dezelfde opstelling. Ja, mannen gewoon beide op 6 punten, weet je wel. Ja. Dus, is gewoon... Ja, maar daarom. Ja, een belangrijke pot op aanhaken, afhaken. Kijk, zeg maar. Je hebt natuurlijk Willem II en NAC Breda die niet optimaal presteren in deze pool. NAC Breda nog steeds op 0 punten. Ja, Willem II ook. Willem II ook. Ja. Nou, dan ben je zeker van een plek in de playoff pools. Maar ja, je wil natuurlijk gewoon het liefst die wedstrijden overslaan. Ja. Dat zijn nog eens 5 wedstrijden die je extra moet spelen. Waarvan er een aantal minder belangrijk kunnen zijn als je bijvoorbeeld al eerder plaatst. Maar goed, je wil gewoon zo snel mogelijk, zo ver mogelijk komen. Ja, die directe weg. Hoeft niet per se een nadelig iets te zijn, die playoff pools. Nee, dat hebben we vorig seizoen gezien. Ja, Dani Visser. Pakte daar een heerlijke, denk ik, mentale voordeel mee. Ja, vond tijdens die playoffs zijn draai. Ja. Echt, en toen met volle overtuiging kwam hij toen naar de knock-out fase toe. Hier dan een corner, Gullit komt er niet bij. Ik zie weinig corners er nog maar in gaan sinds de patch. Daar hebben ze ook iets aan veranderd, 100%. Ja, nou het gebeurt nog wel af en toe dat... Ik score zelf ook bijna nooit meer. Dat een verdediger van de tegenstander ineens bovenuit torent. Of een aanvaller van de tegenstander bedoel ik, Ronaldo of zoiets. Ja. Terwijl je speler selecteert die dan niet springt. Nee. Maar het gebeurt iets minder. Ja, echt veel minder. Misschien is het ook wel dat deze e-sporters zijn natuurlijk wel de beste spelers van Nederland. Daar gewoon ook heel goed in zijn in het verdedigen in het plaats van die keeper. Want dat doen volgens mij ook nog veel mensen, die keeper bewegen bij een corner. Van back naar back, Ramos. Back to back. Op Messi met wat ruimte voor zich. Marcelo stapt uit. Messi haalt hem terug op Vieira. Zo rustig. Mbappé, terug op Neymar. Dat is lastig hoor. Als je voor staat, dan proberen niks weg te geven, maar toch nog een doelpunt te scoren. Ja. Volgens mij zit je dan de hele tijd in je hoofd te overwegen. Oké, moet ik nu die paas geven? Moet ik nu schieten? Niet. Dan ben ik misschien wel de bal kwijt als hij er niet in zit. Maar ook zie ik dat je bij Fortuna nog zoveel mensen achter de bal ziet. Ondanks de achterstand, zeg maar, nog steeds. Ja, logisch, want je hebt nog meer dan tijd genoeg met game 2 nog voor je. Maar
om iets te forceren. Maar je ziet gewoon op het moment dat Excelsior aan het aanvallen is, gewoon 10 mensen van Fortuna achter de bal. Ja, dat werkt natuurlijk niet meer. Dan heeft de Portal Garlic 522 op pauze gedrukt. Mooie geautomatiseerde, automatisch gegenereerde naam van de Xbox. Ja. Ja, wat jij net ook al zei, het is eigenlijk liever verdedigen dan aanvallen. En dat is niet het meest positieve voor het FIFA-spel. Ja, niet voor het kijken in ieder geval. Niet voor het kijken. Voor neutrale toeschouwers. Wordt er nog gewisseld? Er wordt niet gewisseld. Ibrahimovic op de bank. Super sub. Zie je overal, bij iedereen. Ik denk dat van de 30 potten Weekend League ik minstens 29 keer tegen Ibra kom. Ja, en ik heb hem niet gedaan. Ja. Tijdens kerst was hij er. Ja. Ik zat er nog aan te denken, waarom heb ik die niet gedaan? Maar... Ja, maar toen wist je natuurlijk ook niet dat hij... Nee, als ik dat had geweten, nee. Dan had ik wel even mijn tweede kerstdag 10 minuten vrijgemaakt. Dan zie je 71 stamina en dan denk je, ja. Ja, heb je niks aan. Heb je niks aan, maar ja. Zouden ze ook nog doen dat je die flashbacks opnieuw kan doen? Dat je... Ja, ik weet niet. Er wordt wel zoveel naar gevraagd dat ze misschien denken aan het einde van... Oh ja, pleur er even in. Ja, maar aan de andere kant is dat juist het hele idee, toch? Dat je moet doen en... Ja, het is nu of nooit, ja. Maar ja, je weet het niet, hè? Ja, maar dat is ook zo met Juan Fran. Daar baal ik van dat hij die in het begin niet heb gedaan. Ja, snap ik. Want toen wist ik nog niet dat hij zo ontzettend goed was. En dat die flashbacks eigenlijk, ja... Het was echt 2 weken na FIFA of zo. Ja, dan zit je met heel snel. Ik heb 400k en hij kost 150k om te doen. Is dat het waard? Nou, achteraf wel, maar op dat moment inderdaad. Ja, op dat moment dacht ik, ja, dan moet je Sergio Ramos halen. Die is ook weer 300k. Maar ja, uiteindelijk weet je dan ook niet dat je zo gemakkelijk aan munten komt op FIFA. Nee. Nu dan. Wow, dan vliegt die bal eigenlijk net een beetje te ver van zijn voet af. Dat is een spel. 70ste minuut. Ongeacht de score is de wedstrijd interessanter dan het lijkt. Ja, het is vooral een mentale spelletje een beetje. Wie durft uit te stappen? Wie durft risico te nemen? En tot nu toe is het een beetje schaken, zeg maar. En een 1-0 voorsprong. Ja, tuurlijk, je hebt er wel wat aan. Maar helemaal om een wedstrijd te gaan, hoeft het niet per se een positief iets te zijn. Ja, na 8 minuten kwam die voorsprong eigenlijk. Sindsdien is het een beetje... Na 4 minuten zelfs. 4 minuten al. Ja. Derde minuut werd er gescoord. Ja. En daarna is het eigenlijk constant een beetje dit geweest, wat je nu ziet. De ene keer is het Fortuna wat de bal in de ploeg houdt. En daarna Excelsior weer. Het is ook wel een heel ander spelletje dan dat je in de Weekend League gewend bent natuurlijk. In de Weekend League is het gewoon 1 wedstrijd. Dus dan moet je gaan, dan moet je knallen. En moet je risico nemen. Dus in dat opzicht kan je er natuurlijk ook wel deels op voorbereiden, maar niet... Maar als je nou Fortuna was, zou je dan de laatste minuten nog wel proberen? Nou... Met wat risico zou je denken, nou ja, ik zie de volgende wedstrijd wel. Ik zou misschien iets meer risico nemen dan normaal. Maar niet extreem. Niet extreem, inderdaad. Maar toch wel iets aan. Ja, precies. Kijk, dan hadden nog steeds je verdedigers en je verdedigende middenvelders achterblijven. Maar dan misschien niet meer dropback met 3 streepjes diepte. Nee, maar gewoon met 6 streepjes diepte. Of gewoon constant, of niet constant pressure after possession los. Of heavy touch. Dat je nog steeds wel naar achter staat en niet vatbaar bent voor die counter. Hier val ik bijna van de slaap. Als ik er naar kijk. Oh, het is... Dit is wel hoog niveau FIFA, zeg maar, wel hoe het is. Gewoon die bal niet weggeven, maar om te kijken is het niet altijd alles. Gullit. Gaat er nog iets geforceerd worden? Dani Alves. Mbappé, druk op Dani Alves. Corner dan. Een corner. Zou dat zo iets kunnen zijn wat dan de boel openbreekt? Dan is het moment om iedereen te wisselen. Ja, puur voor de corner alleen. Zien ze van de mensen, sturen ze zo'n filmpje, super sub. En dan 90 minuten corner, Ibra erin. Eerste balcontact, knikt hem binnen. Oh. Wat een wissels heb je dan ook, zeg. Het is een moordpleeg om Ronaldinho aan mijn team te hebben en dan begin je op de bank. Ja, dat is ook bizar, hè?
Geen Ibra erin. Ja. Maar wel een goal. Ja. Levi denkt, oh. Ja, en dan zei jij het nog, we zien ze niet zoveel meer. Nee. Zuu, natuurlijk. Nee, in één keer Ronaldo. Oh. Ja. Levi die baalt zichtbaar. Ja, logisch. 1-1 en dan wordt de tweede wedstrijd helemaal zo'n open pot. Ja, wie durft dan? Wie gaat dat doen? Tjonge, jonge. Ja, heeft Renzo het toch slim aangepakt. Ja, niet te veel. Ja, gewoon rustig zijn spel blijven spelen en wachten op het ene kantje. En die kwam in dit geval uit een corner. En ik denk dat de mannen nu ook gewoon genoeg meenemen. Renzo misschien nog voor één kantje in de laatste aanval. Een dieptebal misschien nog? Nee, het wordt onderschept door Excelsior. En dan zal dat niet snel genoeg gaan allemaal dat er misschien nog een kans komt. Sterker nog, het is buitenspel. Wat betekent dat deze wedstrijd over een paar seconden door de virtuele scheidsrechter afgefloten gaat worden. Het gaat heel erg gelijk op. En dat is eigenlijk ook de verwachting als je vooraf aan de wedstrijd bedenkt dat ze allebei 6 punten hebben. Of nu nog steeds 6 punten hebben. Daar is het fluitsignaal. Ja. Dan word jij heel erg bedankt voor het kijken naar deze wedstrijd. Rob, jij wordt ook heel erg bedankt. Ja, jij ook, maat. En dan zien we jullie volgende week weer. Zien we jullie de volgende week weer. Of bij de Studio Idivi. Dat kan uiteraard nog ook. Mensen, tot dan. Je eerste wedstrijd tegen Fortuna zit erop. Hoe wordt het gaan? Kan beter. Gelijk spel. Dus ja, ik had wel gehoopt dat ik hem over de streep kon trekken. Ik kwam vroeg op voorsprong. Hele grote kans op de 2-0. En die ging er wonder boven wonder niet in. En dan weet je wat er gaat gebeuren, jongens. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan krijg je een mooie goal tegen, toch? Een hele mooie goal. Een kopballetje, cornertje. De Gea struikelt over mijn eigen verdediger. En dan gaat hij door zijn handen en dan staat het 1-1 na 90 minuten. Hij speelde ook niet tegen de minste, hè? Nee, zeker niet. Hele goede speler. Veel respect voor. En ja, kan gebeuren. Aardige gozer ook? Of? Dat ook nog. Leuk in de omgang. Gezellig. Vrolijke jongen. Noem het maar op. Ja, nee, zeker. Ja, goede jongen, zeker. Renzo, een pittige tegenstander natuurlijk. Je speelt gelijk. Ben je daar tevreden mee? Nou, gezien het spelbeeld in eerste instantie wel, want ik kwam vroeg op achterstand en ja, ik weet niet wat Messi aan het doen was, maar die had er wel ingekund. En vervolgens, ja, kregen we eigenlijk weinig kansen. Het was tactisch denk ik een heel mooie pot, maar ja, uiteindelijk nog een cornertje gescoord en daar mag ik niet om klagen. Ja, en hoe ga je het tij proberen te keren in de tweede wedstrijd? Ja, ik denk dat het weer elkaar aftasten wordt en hopen dat het een beetje mee zit bij beide kanten. En ja, we gaan het zien. We kennen Levi natuurlijk ook van zijn uitspraken, hè? Firmino en Neymar. Maar het is natuurlijk een beetje een lijpe gozer om tegen te spelen, of niet? Nee, het is een hele goede gozer juist. Geen lijpe gozer. Nee, Levi is echt een toffe jongen. Maar jullie mogen elkaar ook wel dus? Ja, man, absoluut. Ik bedoel... Dus jullie hebben ook nog even een weddenschapje afgesloten? Nou, ik denk dat we gewoon blij zijn als deze wedstrijd voorbij is, allebei. Ja, hoezo, vertel eens. Nou, het is heel lastig om tegen elkaar te spelen. Helemaal, ja, jullie zien het spelbeeld ook. Ik bedoel, er zijn bijna geen kansen en het is heel traag en het is vooral tactisch. Dus ja, als het dan ook 1-1 wordt, dan weten we wel wat ons te wachten staat. Ja, en er hangt heel veel vanaf natuurlijk. Ja, nogal. Deze wedstrijd gaat wel bepalen wie er nog kans maken op de kwartfinale direct of wie nog even een paar mooie potjes mogen spelen. Basic Fit, KPN en Fox Sports, partners van de Eredivisie.